gaan onder andere deze petjes verkopen. Ja, make the hate great again. Ja, en ja. Dat gaat natuurlijk in 2022 gebeuren als wij de grootste zijn. Koekoek, ga met die banaan. Ja, domme, weer zo'n reclamefilmpje. We kunnen er gewoon niets aan doen, want als we eind dit jaar niet 50.000 betalende leden hebben, is het klaar met Poont. Dus word nu snel lid voor maar eenmalig €5,72. Het was weer een turbulente week voor politicus Richard de Mos. Aan de ene kant komt hij met zijn partij Groep de Mos als grootste uit de bus met 11 zetels. Maar aan de andere kant is zijn partijkas leeg. Ik heb een afspraak met Richard en ik ga eens even kijken hoe het met hem is. Onze vrienden van Pound. Ja, goedemiddag. Hallo. Meneer de Mos. Welkom. Mogen we even binnenkomen? Ik geef u de microfoon. Uitstekend, kom verder. Dank u. Goed nieuws, u bent het grootste partij uit de peilingen. Ja, en by far mogen we wel zeggen natuurlijk, 11 zetels en dan komt er lang niks en dan komen de PVV en de VVD allebei op 7. En dan komt er weer heel lang niks en dat is een goede zaak. Kan dat als verrassing? Nou, eigenlijk niet. We hebben natuurlijk wel een zwaar jaar achter de rug. Die ambitie smoor je niet met een onduidelijk onderzoek of pijnlijke onterechte beschuldigingen. Die geven ons uiteindelijk alleen maar extra kracht. Maar we merken in de stad dat ons verhaal enorm aanslaat, onze ombudspolitiek. De wijken in, het nieuws in de wijken ophalen, samen met de mensen politiek maken in plaats van over de mensen. Dus dat gaat heel goed en we merken heel veel steun en ons ledenaantal schiet ook door het plafond heen. Dus, U biedt een luisterend oor en een helpende hand aan het volk, maar dan verwacht u natuurlijk ook iets terug, want de partijkas is leeg. Ja, dus wat doet erop. U? Logischerwijs vraagt u het volk. Absoluut, ja. En mensen geloven heilig in onze onschuld. Nou, dat kunnen ze dan ook in een donatie bewijzen. En dat opgehaalde geld kunnen wij dan inzetten voor onze advocaten om uiteindelijk als winnaar in dit politieke proces uit de bus te komen. Je onschuld aantonen kost geld. En daarom vragen wij uw steun. Help ons. Help ons onszelf te verdedigen. U zit net onder de €3.000. Dus ja, hoe erg gaat dit helpen? Nou ja, iedere euro is er één. En we zijn de mensen ontzettend dankbaar die al gedoneerd hebben. We hebben ook via de vereniging hebben we mensen gehad die lid zijn. Die het verenigingsgeld, het tientje als je lid wordt, die hebben dat verhoogd. Sommige mensen hebben €100 gestort. Daar zijn we ontzettend blij mee. Maar ja, als mensen nog wat kunnen missen, dan ontzettend graag. Want we hebben de steun hard nodig om onszelf op een goede manier te kunnen verdedigen. Kan je dit op een iets creatievere manier bedenken? Nou ja, je bent eigenlijk, je hebt een primeur. We komen binnenkort met onze webshop. En je kan al mensen die zijn al aan het aanvragen. We gaan onder andere deze petjes verkopen. Ja, make the hate great again. Ja, en ja. Dat gaat natuurlijk in 2022 gebeuren als wij de grootste zijn en weer willen besturen. We willen echt weer dat college in, echt weer die boodschap van hoop en optimisme. Ja, en binnenkort gaan we die webshop lanceren via onze website. En dat verdiende geld gaat dan dus naar de partij? Dat gaat in de partijkas. En daar hebben de mensen en een leuke gadget. En wij hebben weer wat centjes. En nog meer, ik zie een pet. We hebben de Hart van Den Haag mok. Ja. We hebben ze ook een Den Haag First of Yes We Can. We komen ook met enorm leuke truien in het zwart met twee hartjes erop, groen-geel. En we komen binnenkort ook met het boek. Ik probeer rond kerst een boek over de hele zaak uit te brengen. En die kunnen spannend. De mensen ook vast bestellen. Rond kerst is dat? Onder de kerstboom. En het lijkt me een hartstikke leuk idee voor de kerstvakantie om een boek van Richard de Mos te lezen. Even terug naar die 11 zetels. De verkiezingen zijn pas over anderhalf jaar. Ja. Is het niet een geval dat je te vroeg pieken? Nee, want wij zitten nog in de groei en de campagne zet ons op 23. Dus het is een mooie tussenstop naar die 23 zetels die we hopelijk gaan halen in 2022. Nou, spannend. Ja, maak ons de grootste. Ja, dat gaan we doen. Dankjewel. Dankjewel.